Hartelijk welkom bij deze boekpresentatie van mijn nieuwste bundel. Ja, eigenlijk nieuwste. Het is een bundel verzamelgedichten van 50 jaar. En dat boekje dat gaat dus eigenlijk over een hele geschiedenis aan tekstschrijverij en liedjes enzovoorts. Een dorpenhuis aan het kanaal, een werkplaats en een zagerij. Je ziet het voor je allemaal, je hoort er de geluiden bij. De grote loods, de geur van hout, een wonderbaarlijk speelterrein. Daar was je vroeger zo vertrouwd, een voorrecht om daar jong te zijn. Devotie als een kermiscarousel, in elke etalage aangeprezen. Commercie slechts leeft hier gezond en wel. Toch kan zo'n bedevaart zeer heilzaam wezen. Van het geloof in wonderbaar herstel is men in elk geval voorgoed genezen. Ja, maar kort. 50 jaar gedichten. Stopt u daar nou helemaal mee? Nee, natuurlijk ga ik wel mee door. Maar ik ben, op een gegeven moment ben je wel op een leeftijd dat je denkt, nou ja, het meeste hebben we al geschreven natuurlijk. Maar ik blijf dat soort dingen wel doen. Zolang je dat nog kan, is die aandrang er altijd wel. Maar is dat uw hoofdberoep? Nee, ik ben grafisch vormgever. Ik heb ook al die jaren freelance gedaan. Ik heb een baan gehad in paard en gewaarde in het onderwijs gehad. In de beeldende vorming. En dit is altijd, bijna altijd een hobby geweest. Dat heb ik altijd vanaf mijn vroegste jeugd gedaan. En dat is steeds meer uitgebreid geworden. En succes gehad en nog meer. Nou ja, zo volgt het een en ander op. Hè. U komt wel uit een muzikale familie. Ja, dat is bij ons een wij vinden het zelf heel normaal. Maar mensen zeggen dat vaak. Van, jongen, dat je allemaal zo mooi kunt zingen. En, ja, dat zit toevallig in onze familie. Dat hebben wij. En ook de volgende generatie heeft het weer. En daarom vond ik het zo leuk om die bundel aan hun te geven. En dan zeggen ze, nou, doe er maar wat mee. Dus daar vandaan komen al die liedjes die ze nou gezongen hebben. Dat is ontzettend leuk.